project gaat nu van start. Het is een project dat een oplossing zoekt om meer zonne-energie op het elektriciteitsnet te krijgen zonder dat dat net moet versterkt worden. Zoals u weet was het elektriciteitsnet ontworpen om elektriciteit in één richting te vervoeren naar de verbruikers toe. Momenteel met de aanwezigheid van veel decentrale productie moet het net in twee richtingen kunnen werken en dat op zo'n economisch mogelijke manier. Dit project combineert alle nieuwe technieken die bestaan en zal het Limburgs net een van de meest geavanceerde van Europa maken. Dit project is werkelijk uniek omdat de Europese Commissie het heeft uitgekozen. De Europese Commissie vindt dit het voorbeeldproject. En we gaan hier samen met een aantal bedrijven die slimme netwerken ontwikkelen. De bedrijven gaan dan die innovaties die hier ontwikkelen ook kunnen gebruiken om te verkopen over de rest van de wereld. Dus het gaat ook groene jobs opleveren. En dus het is goed voor de tewerkstelling. Het is ook goed voor ons klimaat, voor de duurzame energie. En het is ook goed voor onze portemonnee, want het gaat ervoor zorgen dat we de prijzen van de elektriciteit gaan kunnen beheersen. Plan is, en dat is heel internationaal, heel belangrijk, dat is dat we in de toekomst de windmolenparken die er in zee zijn met elkaar kunnen verbinden. En als we die met elkaar kunnen verbinden, het waait altijd ergens, dan zijn we van dat probleem af dat er nu is. Nu hebben we vaak stroom nodig en dan waait het niet. En als het waait, hebben we geen stroom nodig. Als we die netten met elkaar verbinden via nieuwe technologie, dat is echte innovatie, dan wordt dat probleem opgelost in de toekomst. En dat zou belangrijk zijn voor de mensen. Heel belangrijk project voor Limburg natuurlijk, in het kader van duurzame groene energie. En als burgemeester van Lommel natuurlijk heel blij dat ook de stad Lommel weer meedoet in dit pilootproject. In Lommel wordt vandaag meer groene stroom geproduceerd dan er afgenomen wordt, dat we eigenlijk nodig hebben in Lommel. Dus het is heel goed dat dit proefproject ook in Lommel gaat plaatsvinden.